Ik zit achter de computer. Op een gegeven moment hoor ik gewoon een koude sleutel zo in het sleutelgat ritsen. Ik kijk wel eens porno. Nee. Nu niet meer eigenlijk, maar ik heb het wel eens gedaan. Ook met papa. Oh god. Ik heb in andere fases van mijn leven heb ik genoeg porno gekeken. Maar in deze levensfase heb ik het gewoon helemaal niet nodig. Hoe vaak kijk je porno? Een paar keer per week. Als ik masturbeer. Denk. Elke week wel. Oké. Okay. Oh, echt op een goede dag, echt wel meerdere keren op een dag. Ja, ook meerdere keren op een dag. Vijf keer in de week. Ik heb denk ik wel periodes in mijn leven gehad dat ik elke dag kijk. Soms drie keer per week, twee keer per week. Ik denk niet echt dat daar een rode lijn in zit. Waarom kijk je geen porno? Ik vind het hard smerig. Niet lustopwekkend. Als ik het woord porno hoor, denk ik wel echt naar hardcore porno. En dat vind ik echt niks. Vaak ook vrouwonvriendelijk. Ik vind het gewoon goor. Oké. 50 Shades of Grey. Nou, maar dat kan ik nog niet eens kijken, joh. Nee. Dat vind ik zo'n onzin. Ja. Ja, dan moet je lachen. Welke porno kijk jij? Oh, ja. Ik ga het gewoon zo doen. Er komen nog meer vragen. Oh, nee, weet ik. Ik doe hem even op. Ja, doe hem even. Nou, lesbisch porno, anale porno, hentai of getekend, dat soort dingen. Ook wel echt waar ik heel goed op ga, is eigenlijk richting BDSM. Dat vind ik wel ook heel nice om te zien. Een dominante rol en dan, daar wisselend. Goed zo. Dat is zo stom, hè, dat je dat nu al hebt gedaan. Ja, het kan niks te doen. Dat is zo stom. Ik vond het nou al niet te verdragen. Stom. Soms vind ik het ook wel leuk om naar een beetje foute dingen te kijken. Ik heb ook een tijdje naar oma seks gekeken. Echt waar? Ja. Dat vind ik een beetje raar. Eén kanaal. Is er maar één kanaal voor? Ja. Nee, één kanaal waar ik naar kijk. Oké. Okay. Zeg maar van steeds hetzelfde stelletje. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens naar seks gekeken van zwangere vrouwen. Zo, je bent raar. Ja, ik kijk voornamelijk naar lesbien, dat wel. Want ja, het is toch ergens dat de fantasie van de twee vrouwen. Ja. Uiteindelijk denk ik dat mijn grootste voorkeur ligt bij Oostblokvrouwen. En dan de meeste zoektermen die ik gebruik zijn toch wel big tits en zo, dat soort shit. Een beetje SM-porno. Te laat voor de koptelefoon. Koptelefoon. Zo erg? Ja, nee, dit hoef ik gewoon echt niet te weten, man. Hoe vaak masturbeer je? Wow. Geef mij nou die koptelefoon, man. Moet je hem hebben? Alsjeblieft. Dank je. Nou, het antwoord is niet vaak. Maar we gaan het heel lang maken. Want ik vind het hartstikke leuk dat zij denkt dat ik nou gewoon... Nee. Moet ik even tellen? Eigenlijk masturbeer ik niet. Dus, vandaar. Het is klaar. Wow, dat was wel echt een goede tune. I know your nasty ass. Het waarschijnlijk vaak doet. Oké, luister. Als jij al een hele week thuis bent geweest, of twee weken, en ik ervoor in de stemming ben, maar dit is echt niet vaak. Ik doe aan zelfmassage. Alleen, ik wil echt met stip vermelden, ik ben een edger. Dus ik kom niet klaar. Oké. Dus hoe vaak gebeurt dit? Dit gebeurt, nou, als ik in vorm ben, dan gebeurt dit dagelijks. Waarom verbaast dit mij niet? Heb ik je wel eens betrapt tijdens het masturberen? Ja. Nee, volgens mij weet je het zelf niet eens. Nee. Oh nee. Dat is wel een keer gebeurd. Weet jij dat nog? Ja. Ja. Oh, oké. Toen ging je nog op mijn bed zitten. En ik lag daar. Te hopen dat je weg zou gaan. Nee, je ging maar niet weg. En toen bewoog je.
En toen draaide het dingetje van het speeltje, toen is dat nog aangegaan. Toen ging ik panisch op zoek om hem uit te zetten. Die heb ik gemist, dat heb je goed verdoezeld. Luister, ik kwam thuis. Ja. En dat was misschien 1 uur of 2 uur 's middags. Dus ik dacht bij mezelf van ja toch, het rijk ja, voor toch? Mezelf. Uh-huh. Jij werkt tot 5 uur. En ik zit achter de computer. Ja, dus ik zak aan mijn broek gewoon zo. Dus ik, op een gegeven moment hoor ik gewoon een koude sleutel zo in het sleutelgat ritsen. Nou, de laatste keer was onder de douche. Ja, maar ja, daar klop ik niet en dan weet ik ook inderdaad. Niet dat je er staat. Dus, en de deur kan ook niet meer op slot, want die is kapot. En jij komt binnengelopen, dus ik een soort van doen alsof mijn neus. Hoi ma! Ik zei, ja, wil je wat drinken? En op een gegeven moment, na 5 minuten of zo, stel jij mij de vraag. Ik weet dat je het niet leuk gaat vinden, maar wat was je eigenlijk net aan het doen? Ja, ik weet dat mama zomaar de kamer dat je binnen, zomaar de kamer binnenkwam. En ik snel een deken over me heen, maar ja, je had gewoon niet door dat je me had betrapt. Dat was denk ik meer. En ik denk bij mezelf van ja, dat is toch vragen naar de bekende weg, of niet soms? Dus toen zei ik natuurlijk uiteraard gewoon een cliché antwoord. Ik zei tegen jou van ja, een mattie van me stuurde me iets raars via MSN. Mm. Wat is de gekste porno die je ooit hebt gezien? Ja, de gekste is dan eigenlijk wel gelijk ook de geilste die ik ooit heb gezien. Een gangbang in een club, dat was echt heel bizar om te zien. Dat iemand zich onder laat pissen en dat pis opdrinkt en zo en daar helemaal gigantisch gaat, dat was zo interessant. Two Girls, One Cup. Die vond ik wel heel erg vies. Ja, ik denk dat het toch wel de meest virale is die er ooit is geweest. Normaal gesproken scroll ik altijd door, maar ik weet nog die. Dat was de enige dat ik 25 minuten lang zo zat te kijken, zo van, wauw. Dat geil is, kan ik me wel voorstellen. Can't relate, maar sure. En ik vond het in ieder geval intrigerend. Nou, dat was de antwoord op de vraag. It definitely is. Oké, nou jullie krijgen 20 seconden om zoveel mogelijk synoniemen voor het woord seks op te noemen. In 3, 2, 1... 0. Vrije. Porno. Pompen. Neuken. Iemand pakken. Iemand dekken. Iemand nemen. Iemand... Seksen. Voortplanting. Iemand voortplanten. De liefde bedrijven. Liefde bedrijven. Ja. De liefde bedrijven telden eigenlijk al niet meer mee. Shit. Dat was de mooiste. Ja, nou, dit waren wij eigenlijk voor Spuiten en Slikken. Ik en mijn moeder. En ik zou zeggen, abonneer, like, subscribe en doe allemaal mee. Leuk. Geen porno, wel koop.